De geesten in Europa, de conservatieve geesten blijkbaar, zijn traag maar zeker aan het rijpen. De christendemocraten willen blijkbaar wel degelijk een pauzeknop voor de waterval aan klimaatwetgeving die de inwoners van de EU al jaren overspoelt. En de nochtans zeer klimaat- en biodiversiteitsbewuste Zweden en Finnen plaatsen openlijk vraagtekens bij de haalbaarheid van de voorgestelde Europese natuurherstelwet. En wat met de Noren? Noorwegen, toch bij uitstek het land van het geëlektrificeerde wagenpark en het CO2-neutraal worden. En toch hebben die Noren grootse plannen rond niet alleen offshore, maar, u hoort het goed mevrouw Kremers, diepzeemijnbouw. Misschien, collega Kremers, vraagt de energietransitie qua grondstoffen wel enige opoffering van de biodiversiteit. Wie zal het zeggen? Denk er eens over na. Ondertussen, premier, is het in dit land weer en al verwarring. Blijkbaar heeft een van uw vicepremiers, mevrouw De Zutter, de rol van de federale minister van Leef, Milieu en Klimaat overgenomen binnen deze regering. Het is blijkbaar mevrouw De Zutter die bepaalt welke de Belgische positie zal zijn volgende week op de Europese Raad van Milieuministers. Zie haar publieke evaluatie van het bijgestuurde voorstel van commissievoorzitter von der Leyen. En zie haar in de verf zetten van de Belgische steun om het volgende week op de agenda te houden. Tot zover de Vlaamse liberalen en de noodzaak van een pauzeknop. Tot zover de steun van de Vlaamse liberalen aan de Vlaamse landbouwsector. Tot zover de steun van de Vlaamse liberalen aan een realistisch klimaat- en biodiversiteitsbeleid. Dat onder andere oog heeft voor de noodzaak van nog voldoende mogelijkheden voor een eigen Europese voedselproductie. Meneer de premier, is er nu binnen het directoraat-generaal Europa en vervolgens de regeringen in dit land voor de Milieuraad dinsdag aanstaande een eensluidend Belgisch standpunt rond de noodzaak aan fundamentele bijsturingen aan de natuurherstelwet? Ik ben benieuwd wat het dinsdag wordt, maar voor het Vlaams Belang is het alvast duidelijk. De Europese Natuurherstelwet houdt onvoldoende rekening met de realiteit van het dichtbevolkte Vlaanderen en met de noodzaak om nog te kunnen ondernemen in dit land. Deze wet dwingt onder andere de landbouwondernemers om 10% minder land te gebruiken. Dat betekent 10% minder voedselproductie en dat betekent ook hogere voedselprijzen. Spreek in uw Vlaamse Ardennen eens met de landbouwers. U zal horen wat ze denken over deze Europese Natuurherstelwet. Ze zullen u zeggen dat ondanks de uitdagingen rond de klimatologische wijzigingen, het Europese klimaat- en biodiversiteitsbeleid geen sociaal en economisch kerkhof mag creëren.